Mijn naam is Paul Hendricks, ik werk als eco-hydroloog bij waterschap Hunsenaars en hou me daar bezig natuurlijk met alle ecologische aspecten van het waterbeheer en ook het berenonderhoud. Zoals we dat natuurlijk voor 3500 kilometer, dus een enorme afstand, enorme lengte, we dat doen in ons gebied. Je ziet hier een mooi voorbeeld waarbij we dus één oever, één talud noemen wij dat, helemaal laten staan het jaar rond en het jaar erop pas gaan maaien na het boerseizoen, dus vanaf juni, juli. Jullie klepelen? Ja, en, alleen we zijn pas begonnen in het najaar, want dan is het broedseizoen is helemaal over. En dan laten we de snor laten we staan waar de dieren, de amfibieën en de vissen mooi in kunnen schuilen. En dan maak je geen slachtoffers. Als wij geen gebruik meer zouden maken van de klepel, dan moeten we vaker gaan maaien en ook in de zomer. Juist in die kwetsbare periode voor allerlei soorten. De rietkraag blijft ook staan, alleen die moet dus wel bijgeklept worden. Laten we die dit jaar doorgroeien. Dan kunnen we een volgend jaar krijgen we zo enorm veel vegetatie, bomen op ons maaipad, dat we het niet meer kunnen verwerken. Zeker op de schrale stukken waar de taluds wat voedselarmer zijn, dan zie je allerlei leuke bloeiende planten als biggenkruid, herfstleeuwentand, allemaal planten waar dus ook solitaire bijtjes op zitten. Dus voor bijen is het ook fantastisch. Dus daarmee is het ook al te zien dat het zijn waarde heeft.